10 leerlingen van de Sint Aloysius School hebben vandaag setdansles gekregen van setdansleraar Brandon Williams. Deze kinderen hadden gedragsproblemen en konden als gevolg hiervan zich moeilijk concentreren op de les. Een van de leraren kwam toen op het idee om deze leerlingen die niet gemotiveerd waren, te motiveren door ze op dansles te zetten. Zo hebben ze hun negatieve energie kunnen omzetten in positieve. De dans is ook gedemonstreerd aan het publiek. De setdansles is in 2008 geïntroduceerd door Williams op het Maria Internaat en daarna op de Margrethe School. Het dansen blijkt volgens de dansleraar een positief effect te hebben op de studieresultaten van kinderen. Zijn streven is om meer kinderen bij deze wijze bij te staan in hun educatie.